83-257. Het waanzinnig mooie resultaat van Adelinde Cornelis en haar Governor STR. Governor fokt door de eerste treppel in eigendom. Gerard Korbelt. En dat paard, die Governor, voorlopig dus aan de leiding. Ruimschoots aan de leiding. 83-257. En zoals gezegd, we hebben drie Nederlandse combinaties op rij in de baan. We gaan nu kijken naar Franca Loos, Equilens, Giovanni, Chippendale, Miles Kendick. Daar net niet helemaal het gewicht mooi verdeeld over vier benen bij het halt houden. Dus deze Giovanni Equilens, Giovanni, Chippendale, Scandic, Negro. Gefokt door Kees van Etten, die eigendom van Equilens BV. Deze Amazone Franca Loos stelt dit paard nu voor. Het paard liep bij de vijfjarige ook al op het wereldkampioenschap hier in Ermelo. Deed dat toen met Ingrid Malan. Haalde daar niet de finale. Wel een hele mooie draftoer van deze Giovanni. Daar één keer eventjes iets op twee benen in de pirouette. Een hele grote wissel wordt daar ook een beetje fanatiek in de aanloop naar die wissel toe. Het levert uiteindelijk wel een hele mooie serie met heel grote wissels op.
deze Giovanni heeft er echt zin in vandaag. Kijk toch eens wat een machtige galopade hier over de diagonaal. Wil zo graag groot springen. Zou misschien nog iets meer direct naar voren kunnen houden. Wij keken naar Equilens Giovanni Cipriel Scandic. Voorgesteld door Franca Loos. De Nederlandse delegatie in beeld. Onder andere de selectiecommissie zag op de voorste rij. Bert Rutte en Rien van der Schaft. De stallion by Chippendale en Sandek representing AWPN. De breeder is de C van Etten en de overal wordt Equilens BV. De fokker meneer van Etten. Moet ik weer vonden zijn als je een fokproduct hier van dit wereldkampioenschap ziet lopen. En nu wachten wij op de score van Giovanni Cipriel Scandic. Did you already make your score in spectator judging? En langzaam druppelt het binnen de scores. En ze gaat naar een voorlopige tweede plaats. De draf hoger beoordeeld dan Governor, een 9,4. De stap, daar verliest deze Giovanni het een beetje op, een 7,8. De galop, een 9,6. Ook hoger zelfs nog dan Governor. Submission, 8,6. Perspective, 9,3. Kwaliteit totaal 89,40. De technische beoordeling 73,839. Het wordt dus een tweede plaats met gemiddeld 81,620. Dan zien we.